Hi allemaal, we hebben vandaag weer een nieuwe video voor jullie waarin we vragen beantwoorden en niet zomaar vragen, namelijk... We gaan een aantal vragen beantwoorden die heel vaak gesteld worden, zeg maar altijd. En we gaan ook vragen beantwoorden die nooit gesteld worden. Nou, de eerste vragen die we gaan beantwoorden zijn vragen die we eigenlijk heel vaak krijgen de laatste tijd. Dus degenen die ons al lang volgen, die zullen deze wel gewoon kunnen beantwoorden. Maar degenen die ons wat korter volgen, en er zijn natuurlijk een hele hoop nieuwe Endless Weekenders erbij. Hallo! Die stellen vaak deze vragen omdat ze het gewoon niet weten. Dus dat is helemaal niet erg, maar we gaan ze gewoon lekker beantwoorden. De eerste vraag die we heel vaak krijgen is, wonen jullie samen? Nee, het antwoord is nee. Het zou wel heel erg gezellig zijn natuurlijk. Maar we wonen gewoon niet samen. Ja, we wonen allebei wel in Utrecht en we wonen ook niet heel ver van elkaar af. Dus dat is gewoon ook heel erg leuk. En we zijn gewoon heel vaak bij elkaar over de vloer. Dus dat is, ja, klopt. Ja, en we proberen gewoon zoveel mogelijk video's gewoon samen op te nemen. Omdat het tenslotte een kanaal is van ons tweeën. Ja. Maar goed, antwoord is nee. Zijn jullie lesbisch of zijn jullie een stelletje? Ja, dat is echt een vraag, jongens, die de laatste tijd wordt gesteld. En ik weet niet. We doen het al lang, maar dit is echt sinds... Sinds een paar maanden of zo? Van stralen wij nu gay vibes uit? Want het antwoord is nee. We zijn niet lesbisch en we zijn ook niet een stelletje, dus dat is eigenlijk dubbel nee. De volgende vraag is, zijn jullie zussen of zijn jullie tweeling? Nou, wat denk je zelf? Nou, we zijn zussen. Yes. We zijn geen tweeling. Ik vind het zo bizar als mensen vragen als wij twee of wij tweeling zijn. Ja. Want ja, eerlijk gezegd, er wordt altijd gezegd van, oh, Serena en Larissa, die lijken zoveel op elkaar. En jij, het is altijd zeg maar zo'n stilte. En dan kijken ze naar mij en dan is het echt zo van, waar kom jij vandaan? Hoor je erbij? Dus dat wij tweeën dan een tweeling zouden zijn, is dan heel gek. Ja, maar ik zie het ook echt gewoon totaal niet. Maar goed, iedereen twijfelt dus een beetje over ons. Dan zijn we een tweeling of zijn we gewoon vriendinnen. En het gaat dus daardoor ook wel eens fout. En wie is nou wie überhaupt? Dit is geen haat hoor, want we vinden het echt een superleuk artikel. En we vinden het echt een eer dat we in een vrouwenmagazine staan. Dat is een bijlage van Telegraaf waar we laatst over hadden gevlogd. En we staan erin. Heel tof. Maar de namen staan verkeerd. Dat is toch even een klein foutje die er doorheen is geschoten. Ja, mocht je deze zien, in deze vrouw staat dus gewoon een heel interview over ons. En we hadden dus ook een leuke fotoshoot gedaan. Wat Tara al zei, daar hadden we ook over gevlogd. Dus daar kon je de behind the scenes zien. En dit is dan het eindresultaat geworden. En het is echt mega vet. Het is echt super cool. Heel trots. Dus, weet je wel, focus je niet te veel op de namen die verkeerd staan, maar gewoon op het artikel. En ik moet wel heel erg lachen, want de titel heet Beroemd door YouTube. We zijn famous! Dus voor de duidelijkheid, ik ben Tara. En ik ben Larissa. Misschien moeten we het voortaan voor de video zeggen. Ja. Hi, ik ben Larissa. Oh! Gaat echt meteen fout. Volgende vraag is, waarom is Larissa zoveel witter dan Tara en Serena? Of waarom ben ik zoveel bruiner? Dat wordt ook nog wel eens gevraagd. Ja. En dan spijt het me heel erg, maar dan het eerste wat door mijn hoofd gaat is, dit wordt waarschijnlijk gesteld door een blanke persoon. Want als je een tintje hebt zoals ons, dan weet je dat al die tintjes allemaal verschillen onder elkaar. En dat verschillende huidvlakken zijn weer een andere kleur. Zelfs hele donkere mensen hebben ook weer verschillende kleuren. En ja, en als je inderdaad gewoon eigen broertjes of zusjes hebt, dan weet je inderdaad dat... Er is altijd wel één lichte en één hele donkere, omdat het heel vaak niet gelijk is, ja. Ja, en in dit geval ben ik dat. Ik ben inderdaad een stuk witter en lichter, maar ik heb ook lichtere ogen, ik heb iets lichter haar. Ik heb ook wel in de klas gezeten met een tweeling, waarvan de ene tweeling was blond en de andere was donker, of donker haar. De volgende vraag is, hebben jullie wel eens ruzie? Dat is ook een vraag die echt heel vaak komt. Heel vaak. En dan is het ook heel vaak. Ja hoor, we hebben zat wel eens ruzie, zat. Nou, zat is een groot woord. Dus wij zijn ook zeg maar gelijk. Het is niet dat één per se het voortouw neemt en dat de ander een soort van ja-knikker is of zo. Nee, dus dat is juist de reden waarom we... Ja, waarom het zeg maar hard gaat. En, en ook allebei waarschijnlijk wel koppig. De ander geeft niet zo heel vaak echt toe snel. Nee. En dan nu de andere vragen die ons eigenlijk nooit worden gesteld. En we weten dat er een tag is, 100... vragen die nooit gesteld worden, die vonden we eerlijk gezegd een klein beetje tam. En 100 vragen zijn er ook echt super veel. We willen jullie niet gaan vervelen. Dus we hebben gewoon 5 vragen die hebben we zelf opgesteld, toch? Yep, ja, precies. En ik kijk er even op mijn scherm, want hier heb ik ze allemaal opgeschreven. Dus ik ga gewoon beginnen. Ik ben heel erg benieuwd
wat jullie van mijn vragen vinden. Oh, Serena, als je kijkt, was het trouwens niet een sneer naar jou. Dat was niet de bedoeling. Lobby! Sister Lobby! Vond je video heel erg leuk! Eerste vraag die mensen zich misschien afvragen, maar nooit wordt gesteld, is: betalen jullie wel eens dingen voor elkaar? Dus betalen je zussen wel eens iets voor jou? Probeer het altijd wel een soort van gelijk te houden, van jij betaalt dit, jij betaalt dat. Dan komen we bijvoorbeeld terug van vakantie en dan zeggen wij serieus maanden na elkaar. Nu nog steeds trouwens. Nu nog steeds inderdaad van Amerika en dat is dus echt een half jaar geleden inmiddels al. Dan zeggen we tegen elkaar, oh, moeten we nog even de kosten uitwisselen of even de kosten goed doen. En eerlijk gezegd gebeurt het gewoon nooit. Nee. En ik weet niet hoeveel schuld ik eigenlijk bij jullie heb. Ik wil het eigenlijk ook niet weten. Ik denk eigenlijk dat het wel een klein beetje gelijk loopt. Al trakteert Serena ons wel altijd heel graag. Ja, dat wil ik nog wel even zeggen. Ja. Serena, zeg maar, kijk, wij, onze leeftijd zit wat meer bij elkaar. Dus wij zijn 25, 27 en daarmee echt de kleine zusjes van Serena. Ja. Serena is 7 jaar ouder dan ik. Serena houdt er wel echt van om ons te verwennen. Om ons, ja. Die is echt zo de big sis. En dan geeft ze ons weer een mooie lipstick of een dinertje. Of laatst als ze gingen we ergens eten en dan wil zij alles betalen. Ja, dat is een soort van rol die ze aanneemt. Ja. Die we ook niet kunnen afpakken. Dat heeft ze altijd gedaan. En ik vind dat wel heel lief. Ja. Dus ja, we staan echt meer bij Serena in het krijt wat dat betreft. Maar we betalen inderdaad heel vaak voor elkaar. De volgende vraag is, geven jullie de voorkeur aan bellen, mailen of appen? Het ligt eraan, hè? Dat vind ik, hè? Met vriendinnen app ik het liefst. Met zakelijke dingen mail ik het liefst. Ja. Tenzij ik die persoon heel goed ken of zo, dan bel ik het liefst. Mm-hmm. En soms wel voice messages. Ja, ik wil net zeggen, doe je voice messages? Ik doe dat soms heel vaak met één vriendin vooral altijd. Het is wel heel chill, dat voice message. Dus dat wordt echt zeker wel gebruikt. Ja. En ik heb dan ook echt één vriendin met wie ik heel soms nog wel zeg maar sms. En jawel, we hebben gewoon app. We hebben nu wel een paar appberichtjes, maar we zijn nog een beetje van het old school. Soms mailden we zelfs naar elkaar en dan krijg ik altijd een brief van haar als ze op vakantie is. Dat is wel leuk. Het is wel leuk. Durven jullie dingen aan te kaarten als je bijvoorbeeld in een restaurant of in een winkel bent? Ja, vind ik heel lastig, want daar word ik dan een beetje verlegen van of zo. Dat durf ik nooit zo goed, nee. Ja, ik heb zelf ook in een restaurant gewerkt, jij ook. Dus ik weet dat het wel heel normaal is. Ja. Als ik heb het laatst al gedaan trouwens. Dat is ook echt je recht, vind ik hoor. Als ik een steak bestel, medium rare, en ik krijg hem medium well. Ja. Dan ga ik het gewoon niet eten, want ik vind het gewoon niet lekker. Maar niet in alle gevallen, want soms ben je met een hele grote groep of zo. Of dan is de situatie waarin je eigenlijk zoiets hebt van ik wil niet zeuren om de hele vibe te killen. En je wil ook niet, soms heb je gewoon geen zin om helemaal stennis te gaan maken. Ja. Of je wilt eigenlijk gewoon eten, je hebt geen zin om weer te wachten, dat heb ik ook. Volgende vraag is, welke 5 dingen zorgen ervoor dat jouw dag goed begint? Goede nachtrust. Een zonnetje. Hoor ik fluitende vogeltjes, vind ik het alleen maar beter. Iedereen die stil is in de ochtend, eigenlijk. Wat ik zeg maar niet bij mij werkt, is dat ik me stoot of dat ik iets laat vallen. Want ik wil niet zo heel hard lawaai of zo hebben. Of dan voel ik me zeg maar heel onhandig en dan heb ik iets van, als de dag nu al onhandig begint, dan kan het alleen maar erg worden of zo. Ja, ik had nog maar 3 dingen. Een goede make-up day. Gewoon in één keer mijn kast opentrekken en wat aantrekken en ik zie er gewoon goed uit. Naast inderdaad, dat is ook wel rot, hè? Ik kan wel gewoon dingen noemen, ik kan heel veel dingen noemen die ik niet wil hebben. Ik weet hem trouwens, geen vaste nek. Zeg maar dat ik verkeerd heb gelegen. Ik heb vandaag verkeerd gelegen en hij zit een beetje vast. En ik denk, wat bedoel jij nou? Het voelt niet lekker, zeg maar, mijn nek. Wanneer noemen wij iemand een vriend of vriendin? Nou, ik vind een hele belangrijke, je weet pas dat je echte vrienden of vriendinnen hebt wanneer je elkaar zeg maar niet, bijvoorbeeld je spreekt elkaar een tijd niet, ik zeg maar een week of zo. Of misschien wel langer. Of je ziet elkaar misschien heel lang niet. En dat het gewoon niet uitmaakt. En dat het nog steeds gewoon chill is. En dat er no hard feelings zijn. Je vriendengroep bestaat eigenlijk uit 3 soorten mensen. En dat zijn je beste vrienden. Je goede vrienden. En de neppe vrienden. En de neppe vrienden zijn een soort van de opvulling. Die zijn er altijd bij. Maar daar kan je niet echt op bouwen of zo. De andere vrienden die zie je gewoon heel vaak. En je beste vrienden die zie je het meest misschien. Nou, hoeft niet per se het meest. Maar daar kan je echt mee huilen. En mee lachen en als er echt een probleem is, kan je bij hun aankloppen en bij de anderen is het dan zo van wow, ga weg met je probleem, ik heb geen zin in. Ik heb zelf het geluk dat ik wel echt heel veel goede beste vriendinnen heb. Ik sta natuurlijk altijd open voor nieuwe vriendschappen, maar zeg maar ook al, call me. Nou, dat waren dus de vragen die heel vaak en heel nooit, of eigenlijk nooit dus gesteld worden. En ik hoop dat jullie wat meer over ons hebben leren kennen. Hebben over ons liggen kennen.
over ons te weten zijn gekomen. Ja, laat ons vooral eventjes in de comments weten wat je al wel en nog niet over ons weet. En dat is nu wel heel erg grappig om te lezen namelijk. En wat ik ook wel heel erg leuk vind om misschien één feitje of één dingetje over jullie te leren. Dus ja, pak gewoon één van deze vragen die we hebben beantwoord. En beantwoord die ook even in een comment. Vind ik wel heel leuk dat we op die manier dan ook jullie kunnen leren kennen. En over leren kennen gesproken. Wij staan binnenkort over 2 weken op de Dutch YouTube Gathering hier in Utrecht. Dus dat is gewoon een lekkere thuiswedstrijd voor ons. Daar gaan we een beetje rondlopen. Hopelijk veel van jullie ontmoeten. We zijn wel heel erg benieuwd of er veel van jullie daarheen komen. We zijn afgelopen weekend ook bij Fiet geweest. Dus als we je daar hebben ontmoet, hallo! Als je nog foto's hebt, stuur ze dan zeker door via Twitter of tag ons op Instagram. Vinden we echt super leuk om te zien. En dan bij deze heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet hem zeker niet een duimpje omhoog te geven. En dus even je comment achter te laten hieronder. Ja, als je ook nog niet geabonneerd hebt op Endless Weekend NL, doe het dan ook zeker. Zou het weer heel erg gezellig vinden. Tot de volgende keer weer. Doei! Doei!